De jury was unaniem en ik ben benieuwd wat we in zijn totaliteit opgeteld als uitslag hebben. Het moment suprême, Chantal van Kessel. Lilian Keizer. Caroline Swoboda. Marcia Adams. Mieke Verhaar. Laten zien wat hier allemaal gebeurt en waar we trots op zijn. Doen we dat te weinig? Is dat ook typisch Limburg? Ja, ik zie wel een bepaalde mate van bescheidenheid. Hoewel ik ook wel zie dat zich sterker ontwikkelt. Leiderschap vanuit je buik? Nee, vanuit mijn hart. Vanuit je hart? Dat is echt iets heel anders dan vanuit je buik. Bedoelt u dat ook, meneer, dat het gewoon tendentieus, clichématig vond u het? Ik vond het ook gewaagd. Dat vond ik heel gewaagd zelfs, ja. Dan vertellen we nogmaals onze visie om te kijken van, is die bij iedereen geland? Vanuit een hele grote organisatie ging terug naar een klein bedrijf. Laten we samen de moed tonen om elkaar te helpen alle dromen mogelijk te maken. Want voor elke uitdaging is er wel een oplossing. En dat is om vandaag de eerste stap te zetten. En we vergeten vaak waar het echt om draait. De kleine geluksmomentjes, zoals die lieve glimlach of die oprechte handdruk. Christiane komt bij de jury over als intelligent, nuchter en een doorzet. Zakenvrouw van Limburg 2017 is geworden. Christiane Rijken. Ja!